worden we gespeeld met 7 tegen 7 in het water en met 13 kernspelers. Dus er zitten 6 spelers op de bank, met altijd 1 keeper en 6 veldspelers. Het is leuk, we hebben er een seizoen voor gewerkt en het is een beloning van onze harde trainingsarbeid dit seizoen.